Ja. Is aan. Ik heb haast. Ik heb niet zoveel jaren voor me. Dus zoveel mogelijk wil ik maken. Waarom? Dat weet ik ook niet, maar ik kan het schelen als ik maar kan maken. En ik heb godzijdank nog ideeën. Wij Duitsers zeggen, dat komt van de lijnen. Ja, dat komt. Ja. Op de meest gekke plekken waar je ook op bent, ineens kan het komen. De poriën moeten altijd openstaan. Je moet er ontvankelijk voor zijn. En godzijdank heb ik nog steeds die ontvankelijkheid. En het kan soms op de meest banale ogenblikken zijn. Dat je boontjes zit erop of ik noem maar wat. Dat heb ik met gedichten vaak. En dan wil ik gaan slapen en dan komt er zo'n stom gedicht. Dan denk ik, godverdomme, weer zo'n stom gedicht. Dus dan schrijf ik het weer, gewoon zoals ik ben, schrijf ik het op. Bomen, wat willen ze? Waar verheugen ze zich op? Wat beogen ze? Ik kende een beuk, een tamelijk hooghartige beuk, die had kamers waar je doorheen kon lopen. Nee, is er. Sorry. En overal waar ik kom, in welk bos dan ook, overal wordt geschoten. Het dreunt. Nou, Jezus Christus. Nou weet ik wel, er zijn bomen die scherven in hun buik hebben. Dat weet ik wel. Die zijn ook niet ongezonder gebleven. Maar ze zeggen niks. Dat is het. Ze zeggen niks. Dat is toch geen manier. Ach, ik bewonder ze zo, de bomen. Ik raak ze altijd even aan als ik ze tegenkom. Hun stam of hun takken, dat doet er niet toe. Ze stralen zo'n kracht uit. Gek genoeg raak ik niet hun wortels aan. Dat moet ik toch ook eens doen. Ik ben wel eens over ze gestruikeld, over de wortels. Maar dat is iets anders. Die bomen kunnen het er ook niks aan doen dat ze een schaduw hebben.
Nog even en je kunt de bomen horen slopen. Ben ik hier naar de straat toe en dan kan ik het verder zo doen. Ja, ja, is goed. Ja. Ik denk dat ik heb de laatste hongerwinter heb ik zo elke dag moest ik een boom jatten uit het bos omhakken, takken eraf en in stukken hakken voor we hadden 200 duikers voor het eten en voor de verwarming. En ik denk dat ik nu aan het teruggeven ben. Door ze te schilderen. Ik vind bomen nog steeds wonderen. Dat zoiets wat uit de grond groeit en heel groot wordt en met bladeren heeft en zo. En ik vind een van de prachtigste geluiden de wind die door die bladeren gaat. Ja, ik vind nog steeds wonderen, bomen. Het doet mij altijd... De pijn is overdreven, ik ben niet zo'n pijnlijder. Maar als er een boom omgehakt wordt, een mooie boom... Een soort castratiedwang is dat, geloof ik. Dat ze bomen moeten omhakken. En hoeveel denk je dat je er toen in de oorlog zelf hebt omgehakt? Oh, heel veel. He? Ja. Elke dag één. Het was winter. Voor de heizung, voor de verwarming en voor... koken. En dan kwam je net met één. Eén was goed. Maar dan moest hij wel stevig zijn. Maar niet te dik, want het duurt te lang. Maar hij moest stevig zijn. En dan viel hij om. En dan al die takken eraf. En dan in stukken doen. En dan naar huis. Maar ja, tien ter gevolg had ik ook wel eens niet zo leuke ontmoetingen. Maar ja, dat hoort erbij allemaal. Mijn kamer, zou ik maar zeggen, in Amersfoort. In de oorlog heb ik in Amersfoort gewoond.
En er was een huis naast. En dat was een van die twee jongens die op het eind van de oorlog vermoord zijn. Maar, ondanks dat, stond op dat grote schuine dak een merel s'avonds heel hard leuk te fluiten. Dat vond ik zo'n vreemde gebeurtenis. Kijk eens dat de poppetjes van mijn ogen. En herken je dat, van die merel? De natuur gaat door. Maar ik bedoel, in jezelf ook? In die zin, ik heb mezelf niet afgemaakt. Ik ben gewoon door gaan leven. En ik ben niet zo solidair geweest om niet door te leven. Ik leef nog steeds. Ik dool nog steeds door de gangen van het grote gebouw dat men leven noemt. Het zijn gangen van je welste. Ze zijn door niemand voor mij betreden. De dwang der gangen. Ik ben verbaasd, geërgerd en opgetogen. Het is een eenzaam gedoe. Maar meestal kan het me niet veel schelen. Toevallig hoorde ik dat je het over het gebouw had. Is het gebouw, zoals je het noemt, werkelijk zo groot als je denkt? Weet je hoe andermans gebouwen eruit zien? Nee, zeker, hè? Ik voorspel je dat je er nooit achter zal komen, hoe je ook je best doet. Als ik jou was, zou ik maar gewoon doorlopen, op jouw manier. Tot er geen gangen meer zijn, kun je eindelijk uitrusten. Lijkt je dat wat? Klaar. Denk ik. Christian. Ik kan niks meer zeggen. Ik zit te wachten. Ik wil er weg.